Aandacht voor de tuigpaden, zowel aan de lange lijnen als voor de prachtige rijtuigen. Aan de lange lijnen en de eerste die binnenkomt is gentleman in eigen loop van de combinatie Alting en hij wordt voorgesteld door Niek Alting. Vervolgens ziet u Moni de Lonely van mevrouw Korbeek voorgesteld door Alding van der Veen. Dan komt binnen van de familie Haag Farasha. En Farasha wordt voorgesteld door Kees Haag. Ik schrijf Farasha, maar het is Like to Win. En dan moeten we nog even wachten op. Ja, dan komen we nu wel Like to Win met Bas Haag komt binnen. En dan moeten we nog even wachten op Bert-Jan Mekkers. Want hij zal even snel ondergespannen om zijn volgende rubriek mee te kunnen doen. Zullen laten zien. Iedereen zal eerst een ronde rechtsom gaan. Daarna wordt alles weer opgesteld en zal iedereen zich van de linkerzijde gaan presenteren. En dan hopen we dat de jury tot een conclusie kan komen en kan bepalen wie deze rubriek gaat winnen. Only the Lonely van mevrouw Korbeek, dan staat opgesteld Like to Win van de familie Haag, daarna staat opgesteld V is van de familie Scherphoff en als laatste staat opgesteld Farasha, ook van de familie Haag. En ook daar komt binnen Bentley en hij heeft er nog geen genoeg van, Bert-Jan Mekkers brengt hem zelf voor. Jan dan zometeen opgesteld heeft, dan zal de jury ook zijn aanspanning inspecteren en kunnen we van start gaan met deze toch wel bijzondere rubriek. Het zal zijn Niek Alting met Gentleman. Hij mag de prestaties van zijn gentleman laten zien, dames en heren. Laat u weten wat uw favoriet is van het geld.
voor Kees Haak. Een sprongetje naar de finale. En dan heeft iedereen zijn prestatie getoond. En dan zullen we zo meteen stappen op de rechterhand. En dan, als de jury eruit is, gaan we straks opstellen vanaf de zesde plaats. De jury is er tot zover uit. We gaan eerst opstellen op nummer 6. En nummer 6 is geworden Farasha. Farasha van Staalhaak, voorgebracht door Kees Haak. Dan mag opstellen op plaats nummer 5, Vee. Vee van de familie Schermval, voorgebracht door Albert ten Berge. Vervolgens mag opstellen op de vierde plaats Only the Lonely. Only the Lonely is van mevrouw Corbeek voorgesteld. Like to Win. Ik heb een fout gemaakt. Like to Win. Only the Lonely mag doorlopen. Like to Win mag opstellen op de vierde plaats. Like to Win van de familie Haak. En dan gaan we in willekeurige volgorde opstellen Only the Lonely, Gentleman en Bentley. Zij mogen nog even doorstarten op de rechterhand en dan gaan we even met de ringmeester. Zij mogen nog even een halve ronde in draf overgaan, één voor één. Dus een prima van Bentley, Gentleman en Only the Lonely. Zij zullen zich nog eenmaal presenteren op de rechterhand. Even een beetje aansluiten. Stel ik voor om met Gentleman te beginnen. Ja, misschien kunnen jullie ook even in het midden wachten. En dan starten we dus met met de Gentleman van de maatschap Alding, voorgesteld door Niek. En laten we even met de favorieten.
Bertie staat op de kruipel. Bertie, daar komt Jan Wettes. Laten we eventjes aan ons voorbij gaan en we gaan meteen naar de tuigbaden voor de rijtuigen. En het is wachten op de ringmeester totdat die het sein geeft dat het parcours veilig is. De eerste meldt zich bij de ingang en dat is Mariska IJzenbrand. Zij rijdt Emerson, dan komt binnen. Pascal Bennis, gereden door Jacobien Posma. Sterker komt weer de combinatie 383, Evelien Carmee. En zij rijdt Only the Lonely. En dan hebben we nog 397. Dat is Life to Win, gereden door Nathalie Duralda. Tweede op de rechterhand.
Dus ik kreeg nog het werk natuurlijk. Goed zo. De heer De Vriezen, voorzitter van het concours, die reikt de prijzen uit. De linten worden aangehangen, bloemen worden uitgereikt. En dan ga ik langzaam richting de dames van het Schoonste Geheel. Dus vragen of zij al weten wie voor hun de winnares geworden is vandaag. En ik geloof dat ze eruit zijn. Maar mevrouw Boekelo die komt naar voren lopen en ik geef u het woord even. Wat is de winnares geworden? 383, Evelien Koolbeek, met Orly Lonely. Zij is de winnaar van het grootste geel. En waarom is zij dat geworden? Wij vonden de deur heel mooi bij elkaar passen. Het is een mooi klassiek geheel. En we vonden het heel mooi dat alles gesloten was. In het jasje mooi mogen gesloten. De jurk mogen we mee. Het ziet er gewoon heel netjes en keurig uit. Prima. Ik denk, meneer de ringmeester, dat mevrouw Koolbeek even naar voren mag treden. Zodat de prijs even uitgereikt kan worden. En dan wil ik ook nog vragen of u dat ook dan gelijk gaat doen. Samen met de andere mensen. En dit is dus de mooiste combinatie. Na deze reportage ziet u dat het breedtesportevenement van het Indoor Internationaal Concours Hippiek in Van der Valk in Zuidbroek meer is als alleen maar springen. Thank you.